Minister Henry Ory van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur zegt dat de voortzetting van de stakingen van onderwijsgevenden onacceptabel is. Er zullen stappen genomen worden als zaken zo doorgaan, zei minister Ory vandaag voor aanvang van de vergadering van de Raad van Ministers. Onacceptabel. Onze voorzitter van DNA heeft zich ingezet afgelopen week om te praten. Daar is een aantal afspraken uitgekomen. En het was de afspraak dat er normalisatie volledig zou plaatsvinden. Tot onze schrik hebben wij kennis genomen van berichten gisteren en vandaag dat dat niet zo is. Dat zijn niet de afspraken. Onze voorzitter is nu bezig met overleg te hebben. Dat heeft hij straks 1 uur. En ik hoop dat daar toch wel afspraken die zijn gemaakt nagekomen worden. Gebeurt dat niet, dan zit je weer in een situatie waar we overleg moeten plegen welke volgorde doet. Maar je kan geen anarchie in het onderwijs hebben. We moeten de leiding respecteren van het land. Ook de successievelijke instituten moeten gewoon volledig gaan draaien. En we gaan de mensen nu ernstig aanspreken. Ory zegt dat het niet zo kan zijn dat twee weken na de vakantie er op bepaalde scholen nog steeds sprake is van stagnatie van het onderwijs. De onderwijsminister beloofde dat er geen sprake is van rancune vanuit zijn departement. Het kan nooit een verloren schooljaar zijn. Waar het om gaat is dat we verwachten dat er een stukje normalisatie snel plaatsvindt. Er is één groep nog dat naar mijn gevoel goed onder controle wordt gebracht. We hebben een deal afgesloten. Ik begrijp nu uit een aantal uitingen dat er toch sprake is over verwarring. Is het een deal of is het niet een deal? Dat onderzoeken we vandaag. Maar we gaan nu wel op een andere toer gaan om te letten dat natuurlijk niet de kinderen, onze leerlingen, de prijs gaan betalen. Dus we gaan wel nu serieus maatregelen voorbereiden als men niet wil luisteren. Ory zegt dat de eisen van de leerkrachten zijn bestudeerd en de conclusie is dat er meegegaan kan worden met bepaalde zaken. Andere eisen zijn, gelet op de mogelijkheden van de regering, onrealistisch. Voor nu kan er alvast gewerkt worden met de koopkrachtversterking. De rest wordt nog bekeken, aldus Ory.